Hallo daar, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Spoiler Alert, de Formule 1-podcast van Numrush.nl. Tegenover mij zit vandaag eindelijk weer terug Marjolein. Hallo. Hey, daar ben je. Ik hoorde, ik heb een hele spannende race gemist. De beste race van het seizoen. Serieus? Ik denk oprecht dat jij, jij bent de Noordpool op geweest. En ik denk dat jij daar, zeg maar, het warmer hebt gehad van het geheel, zeg maar, dan dat wij het kregen van deze race. Was het zo ernstig? Het was een ernstige race, inderdaad. Het was niet de beste race van het seizoen tot nu toe, zullen we zeggen. Ik heb niks gemist. Nee, ik heb hem voor je opgenomen. Dus als je nog even terug wil kijken, dan... stel dat je nou echt een keertje in je slaap kan komen, dan zal ik je voorstel om deze aanzetten. Dan ga ik de Grand Prix van Sochi 2017 nog een keer in terugkijken. Gegarandeerd dat je een tukkie doet, inderdaad. Hey, heel kort, hoe was het op het ijs? Ja, in de sneeuw, in de ijs, het was heel mooi, heel indrukwekkend, onwijs indrukwekkend. En leuk om te vertellen, het is allemaal gefilmd voor de televisie. En het komt, als ik het goed begrijp, in november bij de publieke omroep op televisie in een driedelige serie. Het is een driedelige documentaire, heb ik me laten vertellen. Ja. En het gaat over klimaatverandering onder andere en... wat wij als ondernemers daar voor oplossingen willen gaan zoeken. En daarom beginnen wij vanaf volgende week met een Formule E-podcast. Ja, inderdaad. Nee, wel leuk. Onze vaste columnist Koen Vergeer, die gaat komend weekend naar Parijs toe om daar de Formule E te gaan bekijken. Fantastisch. Dus ik hoop wel dat hij daar nog een mooi verslag van gaat maken. Supercool. Hey, we zijn wat later dan normaal gesproken naar de race deze keer. Heeft alles te maken met dat het gewoon ontzettend druk is bij ons. Punt. Dus sorry vaste luisteraars die mij ook al wat mailtjes en berichtjes hebben gestuurd. Wel dank daarvoor. Waardeer ik wel. Vind ik leuk. Hey Marjolein, dus jouw eerste hernieuwde kennis maken met Formule 1 weer. Ja, het was natuurlijk Sportzondag. Het was Sportzondag. Ja. Het was in alle opzichten Sportzondag. Dus voordat we het over de Formule 1 hebben. Ik werd zondag wakker en ik vertelde het vandaag ook bij ons op de redactie. Het is toch... Nou, één, ik wilde eigenlijk alles zien. Het was een soort Super Sunday. En dat heb je niet zo vaak op in Nederland. In Amerika heb je vaker wedstrijden of dingen die heel groot zijn. En ik ben niet een enorme eredivisie liefhebber of zo, maar tegen het eind van de competitie vind ik het altijd wel spannend. En hetzelfde geldt voor UEFA Cups en Champions League finales en EK's en weken. Als het ergens om gaat, dan begint het bloed bij mij wel te koken. Dus maar goed, Formule 1 boven alles. Hè. Ja. Voetbal is leuk, maar je hebt zo de rangorde van sporten en daar staat Formule 1 natuurlijk nog wel dik op nummer 1. Stond al gauw vast dat we Formule 1 op het grote scherm, de televisie, zouden gaan kijken. Maar het leek mij heel leuk om dan twee laptops ernaast te zetten met Ajax en met Feyenoord. Dus om dan toch ook een beetje die ontknoping en die ontlading in het land mee te maken. We hadden natuurlijk net ook het Eurovisie Songfestival gehad. Ook zo'n ontlading in het land. I live for this shit. Ik vind het gaaf. Dus ik wil die wedstrijden kopen. Kan niet. Nee. Echt drama. En ik geloof dat jij de hele ochtend zo'n beetje met de webcare van Fox Ziggo. En van Ziggo in de DM hebt gehangen. Ja, ik moet zeggen, het was wel heel keurig. Ze hebben heel keurig hun best gedaan. Maar wat je gewoon terug zag is, en dat zag je afgelopen zondag. Ze kregen het niet voor elkaar. Ze kregen het niet voor elkaar. Nee. Uiteindelijk hebben ze heel keurig geprobeerd om nog een dienst te verlenen. En dat was heel fijn. Alleen, tegelijkertijd met ons hadden nog 3 miljoen mensen volgens mij dit idee. Ik zag op Twitter allemaal mensen die probeerden een dagpas te kopen. Je kon dus wel op je televisie een dagpas kopen. En dan kon je switchen tussen de kanalen. Maar dat kon alleen op je televisie via je Ziggo-box. Ja. Dus op je tablet of op je laptop een wedstrijd kopen. Dat kan niet, dat bestaat niet. Nee. En dat vind ik eigenlijk heel gek. Ja, er is daar in het hele systeem is er iets misgegaan uiteindelijk. Volgens mij zijn er een hoop Nederlanders die graag hadden willen betalen. En dat kan dan niet. Nee. Nou ja, weet je, en dan hoeven we eerst naar Ziggo te kijken. Want dan is het ook gewoon Fox Sports wat gewoon had kunnen zeggen. Hé, we hebben een portaal waar je eenmalig een dagpas kunt kopen. Maar ik geloof me wel, en er zijn mensen in ons netwerk die daar vast meer over kunnen vertellen, dat het qua impact op de infrastructuur van Fox behoorlijk heftig is. En dat was mijn grootste opvallende moment. Dat ik dacht, ik zie zoveel mensen nu klagen over downtime en dingen die doen. Nee, dat zou je toch, dat ze hadden misschien kunnen zien aankomen, zeg maar, dat het nogal populair zou zijn. Zeker het voetballen. Ja, ik bedoel, ik ben heel trots op dat de NOS het Eurovisie Songfestival heeft kunnen blijven uitzenden. Dat is goed gedaan. Ja, ging bijna plat. Ondanks die aanhoudende ging service. Bijna plat. En Twitter hield het ook gewoon in de lucht. Dus als Twitter het in de lucht houdt, dan... Daar gaat het allemaal goed komen. Hey, Formule 1. We konden onze volledige focus op de Formule 1 leggen. Gelukkig. Een soort van gedurende 20 seconden. Daar was het toch uiteindelijk het spannendst, want in de voetbal...
gebeurden natuurlijk geen onverwachte dingen. Nee, gelukkig niet. Bij de Formule 1 wel, helaas al in de eerste bocht. Ja, ja, we hebben nu 20 seconden echt heel geconcentreerd gekeken. ik zei nu de kennismaking was een beetje een bruggetje naar het feit dat er in aanloop naar de races genoeg gesleuteld is aan de auto's. Mm-hmm. Jij hebt wat meer ervaring op het gebied van Formule 1 dan ik. Gebeurt dat vaker, dat de mensen zo die auto nog compleet omgooien, zou ik bijna niet willen zeggen. Want ze zeiden bij Red Bull, zeiden ze gewoon, dit is bijna de Red Bull 14. Zoveel hebben ze aangepast aan de vleugels en aan de intakes en aan de sideskirts en weet ik wat er allemaal aan te modificeren. Wat gebeurt, is dat iets wat vaker gebeurt, zo, ja, zo vroeg het, al? Het gebeurt wel vaker, vooral als de teams naar Europa komen. En dat is nu natuurlijk, ze hebben de verweg races voor nu gehad. Nu zijn er 2 Grand Prix achter elkaar in Europa. Dan liggen de fabrieken waar de meeste teams vandaan komen, Engeland of Italië, of waar, die ligt dichterbij. Dus de update kan nu worden uitgevoerd. Dat is wat lastiger als je in Australië zit met de hele bubs. Dus dat. En ja, het gebeurt wel vaker natuurlijk. En ik weet dat ze het bij Red Bull ook al gezegd hebben aan het begin van het seizoen. We hebben gewoon een soort prototype. Daarmee gaan we de eerste paar races. En dan gaan we kijken wat hij doet. En testresultaat. Je moet niet vergeten dat voor het begin van dit seizoen, daar hebben we het in de eerste podcast ook over gehad, hebben ze eigenlijk maar 2 testweken gehad. Ja. Dat is heel kort om zo'n auto te leren kennen. Nu hebben ze 5 races gereden, dus nu heb je veel meer data om. Maar is dat helemaal gereguleerd vanuit de organisatie? Dat zijn echt de enige 2 weekenden dat die auto's op een circuit rijden. De rest van de tijd staan ze in de windtunnel. Ze hebben zelf soms een testcircuit waarop ze rijden. En de rijkere teams hebben dat sowieso wel. En wat jij zegt, de windtunnel en de simulator. En dat weegt natuurlijk allemaal mee en dat helpt allemaal mee. Maar het is niet ongebruikelijk dat er op een paar vaste punten in het jaar, en vaak is dat als ze naar Europa komen, en dus al nog in de zomer heb je ook een wat langere zomerstop. Ja. Dan wordt er ook vaak het nodige geüpdate. Ze hebben natuurlijk meer data, dus ze kunnen nu gaan tweaken. Ja. En voor sommige teams pakt dat heel goed uit, voor andere. Ja, nou, goed. Wat ik de meest opvallende vond, ik heb er eentje uitgepikt die ik ook al even aan jou liet zien net in de voorbespreking, is het aangepaste starthendeltje van Ferrari. En dat vind ik, ja. Dat is voor mij de bijna de personificatie in de vorm van een starthendeltje. En Vettel had hem wel en Raikkonen had hem niet. Nou, dat was ook terug te zien in de race. Maar de positionering van de versnellingspook achter op het stuurtje, of de pedals, die hebben ze iets aangepast, waardoor het iets beter in de handen ligt van de driver. Waardoor je nog sneller kan opschakelen en nog sneller kan wegtrekken. Het grappige is, Mercedes heeft het al sinds het begin van het seizoen. Ferrari heeft hem nu gekopieerd. Inderdaad, Vettel wel, Raikkonen niet. Nou, wie knalt er afgelopen zondag gelijk? Ja, ik zeggen, Vettel die pakt gelijk de leiding. Dus, exact. Goed hendeltje. Ja. Ik wil hem ook. Ik zou willen zeggen, he handled it well. Ja. Wat? Ja, dat werkte. Kwalificaties wil ik eigenlijk, daar gaan we het niet eens over hebben. Barcelona, thuiscircuit van Sainz en Alonso. Ja. Zagen veel Spaanse supporters op de tribunes. Nou, in elk geval Alonso. Die werd wel echt als een volksheld ontvangen. Ja. Ja, er was een Carlos Sainz tribune dit jaar. Ja? Ja, oh, ja, dat ja. Goed. Ik zag laatst dat er een Fernando Alonso museum is in Spanje. Oh, ja. Ik weet niet waar het precies is. Het zou kunnen dat het in Barcelona zit. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik zag hele mooie foto's voorbij. Toen dacht ik, mijn god, die gast die rijdt gewoon nog voor rijdt toch, ja. Maar er is al een museum voor. Ja. Zo'n held is het dus. Nou ja, goed. Ik moet even terugdenken aan het bronzen standbeeld van Cristiano Ronaldo, wat 2-3 weken geleden werd onthuld. Je kunt ook op mindere manieren worden geëerd. Dat is ook voor het Cristiano Ronaldo museum. Dus, Giovanni van Bronckhorst krijgt er nu ook een. Oh, mijn god. Ja. Tot zover deze aflevering van Spoilerpunt. Goed. Ik zou liever een museum hebben dan een standbeeld. Ja, dat is wel iets waar Alonso trots op mag zijn. En wat ik ook heel erg leuk vond, hij deed het natuurlijk ontzettend goed in de kwalificatie. Ja. Eindelijk, 7e tijd, supergoed. Eindelijk ook bij de laatste 10, zeg maar. Was natuurlijk, iedereen was steeds bij, Alonso zit er nog bij. Dat was een beetje de winst van de kwalificatie. En wat heel tof was, ze hadden een nieuw format. Je kunt echt merken dat Liberty Media nu de Formule 1 heeft overgenomen. Ja. Dus er waren 2 momenten waarop je dat goed kon zien dit weekend. 1 was de kwalificatie van Alonso. De nummers 1, 2 en 3 werden geïnterviewd op de grid. Dat was nieuw. Dus in plaats van dat ze naar een saaie persruimte werden gehaald, liepen ze even de startgrid op voor de hoofdtribune. Mochten ze even vertellen hoe de kwalificatie was verlopen. En toen de koplopers klaar waren, toen werd Alonso er even bij getrokken voor zijn eigen thuispubliek. Om ook nog even Om er even een woordje te doen. Ja, om ook nog even een woordje. Heel informeel. En nou echt
10 jaar geleden ondenkbaar. Ja. Want het is niet het protocol. Nee. Formule 1 hangt natuurlijk van protocol en alles aan elkaar. Nou ja, Olaf Mol zei het al, dat komt een beetje uit de NASCAR en de Indy. Het is allemaal wat losser. En ik denk dat het heel erg... Dat Lewis Hamilton, die natuurlijk een soort half Amerikaan is met al zijn swagger... een hele goede ontwikkeling vindt. Want het past veel meer in deze tijd. Het is bekend, Bernie Ecclestone had een broertje dood aan social media... en eigenlijk internet en alles wat een beetje los. En die was heel erg van de oude stempel. Eigenlijk alles waar hij geen geld aan kon verdienen. Exact. Yes. Dus ik denk ook niet dat onder Bernie Ecclestone... het huilende jongetje even de pitstraat gevraagd zou zijn. Dat was natuurlijk het verhaal van de dag. Waar iedereen echt nog de hele maandag en de hele dinsdag volgens mij verhalen over geschreven heeft. Het Frans jongetje wat in tranen uitbarstte. Oh, het was Frans jongetje ook. Frans jongetje, okay. Ja. Frans uit Amiens, als ik het goed heb gelezen. Goed. Die in tranen uitbarstte toen zijn held... Kimi Räikkönen in de eerste ronde al van de... Jawel, hij ging daarna wel weer op de bank staan voor Vettel. Dus op zich, het is een Ferrari-fan ben je in... Zijn ouders waren ook helemaal in Ferrari. Zijn moeder was helemaal in een Ferrari-outfit. Zijn vader ook. Dus ze waren met z'n drieën diehard fan. Hij had zelfs oordoppen in rood-wit gestreept. Misschien toch genetisch betaald, bepaald, ja. Nou ja, ik word ermee opgevoed. En Ferrari, dat zit natuurlijk wel bij mensen in het bloed, als je daar echt fan van bent. Maar het feit dat hij van de tribune is gehaald, rondleiding in de pit heeft gekregen, meet en greet met Räikkönen. Hij is bij alle teams daarna langs geweest. Oh ja? Hij staat bij iedereen op de foto. Alle teams hebben het getwitterd. Het is het social media verhaal van de afgelopen Grand Prix. En volkomen ondenkbaar onder Bernie Ecclestone, een jaar geleden. Ja, eens. Nou ja, dat is wel waar. Hey, Sainz en Alonso, de twee Spanjaarden. Nou, jij zei het al, Alonso deed het fantastisch. Haalde gewoon Q3. Thuis Grand Prix geven altijd een extra smaakje aan zo'n race. Voor Sainz was het wat minder prettig inderdaad. Ja. Die ging gewoon in Q1 eruit. Maar die maakte dat op de race wel heel erg goed. Komen we zo nog even op terug inderdaad. Want die heeft dat gaat wel, die had de vlammende pan. Hey, het hendeltje van Ferrari. De tovertruc van Vettel. Pakt gewoon Hamilton voor voor die eerste, wat een vlam, joh. Niet normaal. Ja, dat deed hij hartstikke goed. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de start altijd maar naar één auto aan het kijken ben. Toch wel, ja. En dat is, komt Max goed weg. En dat is altijd van voren nog moeilijk te zien. Maar hij kwam heel goed weg. En dan zit je op het puntje van je stoel. En ik moet zeggen, vroeger was je altijd heel zenuwachtig bij de start. Want dan ging heel vaak iets mis. Ja. En we zijn een beetje verwend geraakt, denk ik. Want de laatste... dit seizoen gaat er eigenlijk nooit iets mis. Max komt altijd keurig door die eerste bocht. Laatste grote incident wat ik heb gezien net was eigenlijk vorig jaar Hamilton en Rosberg. Die in de tweede bocht van de Grand Prix van Spanje met elkaar van de baan afvliegen. Ja. Als koplopers, hè? Ik heb het nu echt... Dus het achterveld, daar gebeuren wel eens dingen. Maar dat er een domme fout aan het begin in de kopgroep is, dat is vrij uniek. Nou, vorig jaar gebeurde dat met als gevolg dat Max Verstappen de race kon winnen. Ja. Iedereen zat dit weekend klaar van, want dit had natuurlijk zijn prolongatie van zijn succes kunnen worden. Dan weet je eigenlijk van tevoren al dat sowieso niet gaat gebeuren. En dat bleek ook zo, want hij klapte gewoon af. Ja. En dat was achter... Ik zat natuurlijk te vloeken, want ik dacht aanvankelijk dat het Räikkönen zijn schuld was. Iedereen zat te vloeken dat het Räikkönen zijn schuld was. Dat bleek dus niet het geval. Want Bottas, die stuurde iets te... Het was gewoon een kettingreactie. Bottas, die zat iets te breed. Räikkönen, die kon geen kant op. We moesten één Verstappen was de haasje. Eén vin verder kijken dan Nou ja, het is een race accident. Zoals en uiteindelijk zijn ze geen van drieën gefinished, dus ja. Ja, dat is een soort van poetic justice misschien wel inderdaad, ja. Nou ja, wat me opvalt is dat... Wat ik noteerde op dat moment bij de race is dat ik het opvallend vond hoe coulant de raceleiding was. Want op dat moment gebeurden er wel meer dingen in die eerste bocht. Ik pak heel even mijn krabbeltje erbij. Want Kimi Verstappen en Bottas gaan elkaar aan de haal inderdaad. Bottas heeft daar volgens zowel Kimi Räikkönen als volgens Verstappen nog genoeg ruimte. De wedstrijdleiding zegt, we zien geen reden om dat verder te onderzoeken. Oké, het punt van discussie. Maar even later zien we ook Alonso en Massa een paar meter verderop met elkaar in de clinch raken. Waar ze ook verder geen onderzoek naar doen. En nog een andere incidentje wat ik nu even niet meer... Volgens mij Magnussen en Palmer of zo, die ook met elkaar in de clinch raken. En de raceleiding was super coulant in die eerste ronde. Op zich vind ik dat wel goed hoor, want het is ook racen. Mm-hmm.
En you win some, you lose some. En het is me al vaker opgevallen dat Max ontzettend veel risico neemt door buitenom te gaan. Dat weet hij, omdat hij als geen ander die baan continu aan het onderzoeken is. Dus hij weet precies waar hij moet gaan rijden. Hij gaat vaak buitenom. Nou, dat is heel mooi. Maar het heeft ook ja, als nadelig gevolg dat als er twee in je binnenbocht zitten en die sturen breed, waardoor jij niet op de baan kan blijven, ja, dan ben je het haasje. En dat gebeurde niet. Dus je kunt ook wel stellen dat Max gewoon altijd ontzettend veel risico neemt en steeds goed weg is gekomen. Ja. En nu is het een keer misgegaan. Ik vond het grappig dat iedere analist na afloop zei, ja, drie door een bocht, dan gaat er eentje vanaf, zei ze. Ja. Minimaal. En wat ik het grappig vond, is dat Verstappen bleef volhouden. Nou ja, als Bottas gewoon zijn lijn had gehouden, hadden we met z'n allen keurig door die bocht heen gekomen. Er is niks aan de hand geweest. En was het derde geweest. En dat is ook... En ik geloof Max eerder dan die analist. Nou, dat is ook... Al die afgelopen races is dat zo. Daarom zeg ik vond het al bijna niet meer spannend. Want die eerste bocht komt eigenlijk de kopgroep altijd wel goed doorheen. Ja. Nou, en dan uitgerekend, dan gebeurt het. Dan gaat het een keer mis. En ja. dat zag je nu. Nou ja, dat is ook weer een les voor de toekomst misschien. Maar denk je dat hij voorzichtig zal zijn de volgende keer? Nee. Nee, absoluut niet. Want 9 van de 10 keer gaat goed en de 10e keer gaat het mis. En dan zal hij zichzelf ook realiseren. Hij neemt altijd veel risico. Als je dan net de pech hebt dat iemand centimeter verkeerd stuurt, een ander aantikt en jij daar in de hoek zit, ja, dan ben je het saai. Maar als je het risico niet neemt, dan was hij er ook niet voorbij gekomen. Hij was wel op weg naar, als hij was blijven rijden, had hij derde plek gepakt. Ja, eens. Punt. Eens. Hey, veel onzekerheid onder alle teams zo'n beetje in de eerste paar rondes van de race, die overigens bloedzij waren. Ik weet niet of jij dat ervaren hebt. Ja, nadat sowieso die tweede, dus Räikkönen en Verstappen, al weg waren. Ja, dan zie je toch dat daar de spanning een beetje afneemt. Ja. Ik vind überhaupt de laatste races... Ik heb de race van Sochi niet teruggekeken, maar ik heb wel de uitslag gezien en de tijdverschillen die er onderling waren. Ja. Ik heb Ricciardo, die rijdt gewoon in zijn eentje een hele race. Ja. Niemand ziet Ricciardo. Nergens in beeld. Deze race precies hetzelfde. De gaten zijn enorm groot. Waar het heel spannend was, was natuurlijk in de kop. Het was echt wel even stuivertje wisselen tussen Vettel en tussen Hamilton. Dus dat maakt het race erg spannend. Achterin gebeurt er ook wel het nodige. Maar het valt mij elke keer op dat de spannende gevechten achterin vaak rond de 12, 13e plek zijn. Ja, klopt. En dat gaat dus helemaal niet om punten. Maar die zijn elkaar dus wel aan alle kanten aan het inhalen. Ja. En dat vind ik best wel grappig. Dus dat is wel mooi. Maar ja, daar moet de raceleiding, daar moet de regie ook aandacht voor hebben. En als dat niet gevolgd wordt of in beeld wordt gebracht, dan is dat soms wat moeilijk te volgen. Ja, eens. En dan mis je dat een beetje. Dus nee, wat je al zegt, het middenstuk van de race was eigenlijk heel erg saai. Het was tegen het einde. Begon het weer een beetje los te komen. Werd het weer spannend. Voor mijn gevoel zakte iedereen een beetje terug. En zeker die eerste, nou, laten we zeggen, 20 ronden zakte iedereen een beetje terug in een soort van ontspannenheid, zou ik bijna willen zeggen. Maar tegelijkertijd hoor je een heleboel gebabbel. En wat mij daarin het meeste opviel, ik weet niet of jij dat ervaren hebt, was een heleboel onzekerheid bij Mercedes. Ja, een heleboel communicatie met Hamilton. Maar valt mij het hele seizoen al op. Waar zij vorig jaar echt superieur waren. Echt, er kon niemand aan tippen. Het enige waar ze mee bezig waren, was zichzelf. Want het ging tussen Hamilton en Rosberg. En de rest, weet je, als Max een keer op het podium stond, ze keken hem niet eens aan. Het was altijd this guy, this guy. Aan het eind van het seizoen had This Guy een naam. Dan was het ineens Crazy Max. Dan hadden ze hem een beetje leren kennen. Maar in principe, hij deed natuurlijk voor hun, voor spek en bonen mee. Want het was Mercedes. En het ging erom wie van de twee Mercedes-coureurs wordt nu kampioen. Ja. Dus zij hebben zich toen ook al wel gerealiseerd van, het is leuk dat Red Bull een beetje aantikt, weet je wel. Maar nu realiseren ze zich dat Ferrari potentieel gewoon die titel kan pakken. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Ja. En dat merk je inderdaad, ben ik helemaal met je eens. Merk je aan de sfeer in het team. Ik zie het ook alleen al aan het gezicht van Hamilton, die toch stukken minder zeker overkomt. Ja. Vaak vermoeid ook is. Nu heb ik wel begrepen dat hij... dat las ik vandaag ergens, dat hij hij drinkt niet meer tijdens de race. Dus hij, om gewicht te besparen. Coureurs hebben altijd, ik geloof, 2 of 3 liter... ik weet niet hoeveel, water tankje bij zich. Zodat ze door een rietje kunnen drinken. Dat heeft hij niet meer. Dus hij kan ook niet drinken tijdens de race. Dus hij valt enorm af en hij zal enorm kapot zijn. Ja, hij was redelijk bij kaf inderdaad. Dus dat is wel een verklaring. Nou, je hoorde hem ook afgelopen week op de boordradio ook echt op een gegeven moment in hijgstem dingen terughijgen. En op een gegeven moment ook leave me alone. En ik ben aan het racen. Niks voor Hamilton eigenlijk. Nee, je merkt gewoon heel sterk dat hij echt op het toppen van zijn kunnen moet presteren om het allemaal bij te benen. Ik moet zeggen, dat doet hij dan wel erg lekker deze race.
Ook een beetje natuurlijk gestuurd door de strategie van het team. Maar die onzekerheid, ik vond het zo, wat ik zo typerend vond, is dat de onzekerheid eigenlijk na aanloop van de race leeft die compleet bij Ferrari. Ferrari heeft echt geen beste trainingen. Nee. De auto van Vettel zelfs op de dag. Problemen. FP3 ja. Valt die uit met een behoorlijke storing. Ja. Dan beginnen de kwalificaties. Dus de vraag of Vettel wel kan starten inderdaad. Of zijn auto op tijd klaar is. 'S Ochtends zijn er weer problemen. 'S Ochtends zijn er weer problemen. Ja. En zelfs in de laatste ronde, als ik me niet vergis. Of het kan ook de tweede ronde zijn geweest. Dat is een engineer gelijk op jongens, kom alsjeblieft terug naar binnen. Want één rondje gereden. En, Houdt hij het? Het was de eerste kwalie inderdaad. Ja, maar het grote verschil is wel dat Ferrari de underdog is. En het is altijd makkelijker spelen vanuit die positie. Ja. Mercedes heeft iets te verliezen. Ferrari heeft iets te winnen. En dat zie je gewoon in zelfvertrouwen, in bravoure. Alles wat ze pakken, alles wat ze dichter bij de titel komen, is mooi meegenomen voor Ferrari. En voor Mercedes is elke miskleum is puntenverlies, is kostbaar. Is, ja. En die zijn aan het proberen hun zaak te beschermen, waar Ferrari gewoon territorium probeert uit te breiden. En dat merk je, vind ik wel heel erg. Ik vond het meest frappante moment in de race, dat was de tweede pitstop van Vettel. En het viel mij heel erg op, het was bloedspannend. En Olaf Mol die ging ook helemaal door het dak. Gaat hij het halen? Dat was ook echt zo'n puntje van de bank moment. Want Hamilton had er gewoon makkelijk omheen gekund. Maar dat deed hij niet. Hij liet Vettel voorgaan. Ja. En ik dacht, dat is raar. Maar hij liet hem niet staan. Hij had hem kunnen laten staan, zijn auto. Dan hadden ze het nog veel spannender Ze hadden worden. Kunnen wheelbangen. Ja. Ze hadden echt samen af kunnen gaan. Ze hadden van alles kunnen doen. In een later stadium van het seizoen was dat zeker gebeurd. Vorig jaar, de laatste Grand Prix van het jaar, als je Lewis Hamilton over de boordradio hoorde schreeuwen, zo, I'm losing the world championship. Die gast die was bloedemotioneel. Die ging helemaal door het lint. En nu dacht hij gewoon, nou, weet je, ik laat hem even voorgaan, want het komt nog wel goed. Ja. Dat is ook zelfvertrouwen uiteindelijk in de strategie, waar ze ontzettend mazzel mee hebben gehad trouwens. Hebben ze achteraf ook toegegeven. Ja. Maar Hamilton heeft achteraf ook gezegd, ik heb Vettel daar ruimte gegeven. Ja, dat was een type heerlijke interview ook inderdaad. I gave you some space there. En Vettel zegt, ja, me too. Op Hamilton mompelde, no you didn't. Nee, en dat was ook. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat hij dat deed. Ik wacht met alle. En Vettel was er dit keer weer heel dichtbij. We hebben twee enorm snelle grasmaaiers gezien deze race. De ene was net iets meer grasmaaier dan de andere. Pitstop. Het hing allemaal op de pitstop. En Toto Wolff heeft na afloop verklaard. Hij zegt, we hebben de race gewonnen. Dankzij de virtual safety car. Hmm. Die in de 33ste ronde in het veld kwam. Na het uitvallen van Stoffel van Doornen. Die ook weer niet. Maar goed, ja. Nee, en iedereen weet, virtual safety car is het ideale moment om een pitstop te maken. Maar het gevaar was dat zij zouden gaan pitten en dat Vettel de ronde daarna zou komen. Ja. Dus ze hebben het risico genomen zo lang mogelijk te wachten. Tot de 36e ronde. En toen werd bekend, virtual safety car gaat eruit. En toen is Lewis Hamilton naar binnen gedoken. Ja. En heeft hij zijn pitstop gemaakt. Ja, te laat voor Vettel om nog erop aan te haken. Ja. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd. Dat heeft hem gewoon ontzettend veel seconden opgeleverd. Ja. Want met een normale pitstop in de race. Pitstoppen zijn enorm kostbaar. Kost je zo 20 seconden. Ja, ja. Onder virtual safety car rijdt iedereen langzamer. Kost het je misschien maar 12 seconden. Nou, die 8 seconden is precies het verschil wat hij aan het eind van de rit nodig had. Om vlak achter Vettel weer die baan op te komen. Ja. Hij had op dat moment betere banden. Hij had andere banden dan Vettel. Zij kon hem nog inhalen. Hij had een beetje mazzel met Bottas ook. Want dat is een punt waar ik heen wilde. Ik wacht al eigenlijk het hele seizoen op het moment dat Vettel breekt. ik ben serieus. Ik denk serieus. Je zit op anger management Vettel te wachten. Ik denk serieus. Ik denk dat Vettel echt al een. Die heeft een heel goed gesprek gehad met zijn personal coach. Die heeft, misschien heeft hij Headspace geïnstalleerd op zijn telefoon. Is hij gaan mediteren. Hij is een mindful driver. Ik denk dat het een mindful driver is. Ja. Ik moet al denken aan Grosjean. Grosjean die ging ook. Die was op een gegeven moment helemaal. Ja, die gaat er prat op dat hij naar de psycholoog gaat. Exact. Dat is de enige die direct praat. De enige Formule 1 coureur die ervoor uitkomt. Ja. Dat hij een mental coach is. Exact. En dat zou me niet verbazen als Vettel in ieder geval ergens in de afgelopen wintermaanden een sessietje links of rechts heeft gevolgd. Maar ik zit echt op te wachten op het moment of dat hij heeft een nieuwe vriendin, hè? Dat kan ook. Nou, dat is zijn auto, hè? Dat is een nieuwe vriendin. Hij praat altijd over she. Dus goed, tot zover het huwelijk van Sebastian Vettel. Maar ik zit nog steeds wachten op het breekpunt. Dat hij wel door het lint heen gaat. En deze race was het weer zo'n momentje dat ik dacht, oké, als Bottas nu echt inderdaad
nog meer op de rem gaat trappen. En nog om, want Bottas zat hem te stollen. Zo simpel was het. Mm. Bottas zat hem in die... volgens mij was het rond dezezelfde breekpunt. En hij geeft inderdaad, hij gooit hem van links naar rechts. En hij gooit hem over die grasbaan heen. Met 330 km per uur. Even zo over de van de baan af. Een stuk in het gras met twee wielen. Holy crap. Ik dacht echt, als hij hem houdt. Ja, hij hield hem natuurlijk. Het is een fantastische manoeuvre. Het zag er fantastisch uit op tv. Maar het was wel zo'n typisch momentje waar ik dacht. Ja, zie je, het zit ergens nog onder zo'n laagje... mooie regenboogkleurige Vettel. Ja. Zit er nog een Darth Vader, zeg maar. Nou goed, daar komt het tot nu. Ik snap waar je heen wil. En misschien gaan we nog wel zien. Maar vooralsnog heeft hij gewoon de mazzel dat hij echt een goede auto heeft. Zeker. En je kunt hoog laag springen, maar Mercedes en Ferrari maken gewoon de dienst uit. En het zou te gek zijn als daar een derde team bij kwam. Maar ja. Red Bull, nowhere near. En je ziet ook de frustratie in de ogen van Max na afloop. Ricciardo heb ik voor de race nog een interview zien geven. Die zei ongeveer hetzelfde. Die zegt ja, die zette ook de deur gewoon wagenwijd open naar een eventueel vertrek bij Red Bull. Ja. Want hij zegt ja, voor Max en mij geldt allebei. We willen gewoon races winnen. En op dit moment kan dat niet. Met deze auto kan dat niet. Dus die jongens zijn allebei best wel gefrustreerd. Ja. En dat ja, voor ons fans is dat ook vervelend. Ik denk dat het bij Ricciardo meer naar buiten komt dan bij Max. Max is nog jong en Ricciardo zit al wat langer nu bij Red Bull. Is ook al wat ouder. Ja. En is nu wel toe aan die stap. En dat laat hij een beetje merken. Ik vind wel het verschil. Want we hadden het net al even in de voorbespreking over dat. Het verschil tussen Max en Ricciardo wordt heel snel duidelijk in deze race. Jij zei terecht. Jouw observatie was terecht dat het super opvallend is dat de nummer 3 bijna gelapt wordt door de nummers 1 en 2. Ja, dat vond ik het meest opzienbarende. Dat Vettel en Hamilton voorop uiteindelijk finishen. En het hele veld op een rondje hebben gezet. Het hele veld. Het achterveld dus twee rondjes. Behalve Ricciardo. En daar waren ze bijna bij in de buurt. Die reed op 80 seconden. Dus ja. nog 75 inderdaad. Ja, nog 10 seconden. En dan hadden ze hem gepakt, zeg maar. Hadden ze hem gehad. Nou, dat is echt erg, hoor. Ja, als die race 10 ronden lang had geduurd, hadden ze hem gepakt inderdaad. Ja. Dat, ik zei tegen met Schumacher was dat heel normaal. Die reed altijd in zijn eentje ergens voorop. Dat je ook afvroeg. Jawel, maar Barrichello heeft toch dezelfde auto? Waar blijft Barrichello? Maar niemand deed hem dat na. Die zette het hele veld op 10 ronden als het moest. maar ik vond dit verschil zo groot. En dat is voor de kijker nooit leuk. Ik denk dat het twee dingen belangrijk zijn. Eén is ik denk dat de coureur belangrijk is. Ricciardo laat dat verschil ook gewoon oplopen. Die laat het zover komen. Vorige race in Sochi was hetzelfde verhaal, waarbij Max eigenlijk in een soort niemandsland reed tussen Felipe Massa en Bottas. Nee, Räikkönen in. Maar in dat soort races rijdt Max wel altijd voor Ricciardo. Eens, dat sowieso. En dat is nu een beetje het frustrerende, want iedereen weet dat Bottas maar een contract voor een jaar heeft gekregen. Mm-hmm. Vooralsnog, hij heeft een race gewonnen, dus dat is hartstikke goed. Maar het is ook nog twijfelachtig of zijn contract verlengd wordt. Het is nog een beetje dubieus. Deze race weer niet gefinished. Is ook niet positief. Nee. Je merkt dat Ricciardo gewoon openlijk aan het solliciteren is geslagen. Die is echt niet happy. En die weet dat niet goed te camoufleren. het is interessant dat hij daar Max ook een beetje in meesleept in zo'n interview. Door te zeggen, Max en ik zijn allebei niet blij. Max houdt zich inderdaad, wat jij zegt, keurig op de vlakte. En die laat zich niet van dat soort uitspraken ontlokken. Maar... feit is wel, Max is volgens mij de betere coureur. Laten we eerlijk wezen. Dat is wel waar ik heen wilde. En kijk, er zijn twee dingen die details. Dus die auto gaat in een soort van safe mode, waarbij ze gewoon die auto veilig laten uittuffen. Max deed hetzelfde in Sochi. Die ging gewoon minder hard rijden. Wist dat hij gewoon op 20 seconden of 40 seconden zat van Massa. En op 40 seconden van Hamilton, volgens mij, daar. Of Vettel, een van de twee. En had gewoon zoiets van, weet je wat, ik tuff hem gewoon veilig uit. Dan ga je banden sparen, dan ga je je motor sparen. Zo ga je in een soort van energy safe mode, zou ik bijna wel zeggen. Alleen het verschil tussen als Ricciardo dat doet en Verstappen dat doet, is dus wel gewoon aanzienlijk. Het is gewoon echt bizar om te zien dat Ricciardo ook gewoon ook zichzelf niet meer tot de limiet durft te duwen dan op dat moment. En dat, nee, kleurloos. Dat is vrij kleurloos inderdaad, ja. Ja. Dus dat is gewoon wel zonde. Wat opvallend was en wat Max ook heel erg heeft laten weten, is dat hij was juist heel positief. Kwalificatie, eindelijk binnen de seconde, wat zeg ik, zelfs bijna binnen de halve seconde van... de nummers 1, 2 en 3 te kwalificeren. Dus dat was een positief iets. Max had echt de balen van het feit dat
ze niet hebben kunnen racen. Want hij, hij had echt wel plezier willen maken met de nieuwe... Hij zei, the new addition to the car would be fun. Zoiets zei hij inderdaad. Ja, nou, het is spijtig dat Red Bull rijdt echt in niemands land. Ze zijn niet goed genoeg voor Mercedes en Ferrari. Ze zijn te goed voor alles wat erachter zit. Dat is fijn. Achter, en dat is fascinerend. Exact. Ja, sorry. Nee, dat is gek aan. Nee, de Force India's, die deden het enorm goed. Ja, maar dat is dus fascinerend. En dat gat is, daar zit dus Force India... Williams en daarachter is de Toro Rosso's. En dan heb je... Nee, het middenveld is heel spannend. Alleen, Red Bull doet daar niet aan mee. Daar zijn ze te goed voor, gelukkig. Ja, gelukkig, ja. Maar ja, het is wel saaie televisie dat ze niet mee kunnen doen. Het zou mooier zijn als je er 6 hebt die voor de winst kunnen gaan. Die echt... En de afgelopen 3 races, 4 races zie je gewoon... In de kwalificatie is het rijtje eigenlijk staat vast... En vorig jaar was dat voor ons andersom. En dat was stukken leuker. Vorig jaar was Red Bull altijd 3 en 4. Ja. En nu is Ferrari altijd 3 en 4. Of in andere volgorde met de Mercedes'en. En nu is Red Bull gewoon standaard 5 en 6. En nou ja, dat is wel waar. Nee, jammer. Ik vind inderdaad petje af voor Perez en Ocon. Die op 4 en 5 eindigen met die mooie roze Force India's. Ja, ze vallen wel op. Ja, dat is natuurlijk hilarisch uit om te zien. En Carlos Sainz uiteindelijk toch op een 7e stek. Nou. Vanuit die 18e plek omhoog geklommen. Ja, heeft hij goed gedaan. Voor zijn eigen publiek. Ook hij had trouwens een gasmaaier momentje. Dat, ja, behoorlijk. Kevin Magnussen voor hem. En dan nog zeggen dat je eraf wordt geduwd. Nee, ik heb die beelden 3 miljoen verschillende keren teruggekeken. Maar het was gewoon heel veel ongeduld van Carlos Sainz in dit geval. Hey, we gaan naar de mooiste Grand Prix van het seizoen. Ja, ik was even benieuwd. Heb je nog een driver of the day? Want, een driver of the day. Had jij een driver of the day? Precies, dat is gewoon leuk om gewoon even elke week even te kijken. Wat was jouw favoriet? Ja, ik... ondanks opvliegende karakter... vind ik Vettel toch echt wel een smaakmaker dit seizoen. En ik heb persoonlijk niks met Hamilton. Dat vind ik echt helemaal niks. Dus ik vond dat Vettel... Die had een hele mooie inhaalmanoeuvre. Het was echt zo'n wauw moment. Ja. Zelfs in de pitstraat zag je alle teams zo move maken van... Damn, Vettel. Ja. Dus hij was volgens mij ook driver of the day door het publiek. Dus ik kan me daar wel in vinden. Er zijn een hoop mensen die na afloop zeiden... dat soort acties maken, Formule 1, zo precies waar. Ja, en ik hou daarvan. Ik hou er ook al van, inderdaad. Ik vind het heel erg lastig, want ik ben geen heel groot Vettel-fan. Dus dat scheelt. Daar willen we elkaar... Nee, ik ben ook geen groot persoonlijk fan van hem, maar ik vind hem qua rijstijl. Hij neemt risico, hij is een beetje rauw en ik hou ervan. Dit is een van de meest opvallende rijders, heel simpel gezegd. Ik vond Hamilton, jij vindt hem te clean en te saai, ik weet het. Maar hij heeft echt wel laten zien dat hij van buitengewone klasse is. Maar ik vind het te makkelijk om hem driver of the day te noemen. En ik vind dan toch stiekem... Carlos Sainz wel heel erg grappig. Dat zo... Ja, dan ga ik voor Alonso. Want ik geloof dat ik het ook nog op Twitter heb gezet. Ja. Ik zag hem daar rondrijden na afloop. En hij had ergens een Spaanse vlag opgepikt. Hoe hij dat gedaan had, ik zit me dat dan af te vragen. Heeft hij die al die tijd al in zijn auto zitten? Ja, in zijn borstzakje. Ja, serieus. Dat is allemaal gewicht, jongen. Moet je dat nou al die tijd meenemen? Maar hij rijdt in die auto met een Spaanse vlag uit het... En dan moet ik altijd denken aan vroeger. Dan zag je dat wel vaker. Dat coureurs zo'n vlag ineens uit de auto hadden wapperen. Of dat er nog iemand gestrand was in de laatste ronde. En die ging dan bij een andere auto op de vleugel. Op de motorkap zitten. Ja, nou, niet op de motorkap, maar achterop zitten. Ja. Dan kreeg je even een lift naar de pitstraat. Nou, dat heb je geloof ik wel 10 jaar niet meer gezien. Volgens mij mag dat helemaal niet meer. Maar ineens iemand die donuts begon te draaien op het circuit. Gewoon om het publiek nog even te vermaken. En ik zag hem rijden met die vlaggen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik mooi. En dat deed me ook een beetje denken aan Alesi. Dat was vroeger ook zo'n anti-held. Ja. Die gast die won nooit wat. Maar hij heeft 1 keer gewonnen trouwens. Maar in principe won hij nooit wat. Maar hij was wel altijd publiekslieveling. Ja. Weet je? En dat vind ik met Alonso dit seizoen ook. Iedereen had hem een betere auto gegund. Ja, iedereen. Ja, ja. En op zo'n thuis Grand Prix toch een goede prestatie neerzetten. Eindelijk eens een keer na al die pech van de afgelopen tijd. Ja, dat verdient ook een compliment. Hij gaat nu in die rijden. Ja, ik wil zeggen, laten we Räikkönen complimenteren voor het feit dat hij zijn zonnebril af had gedaan voor het jongetje in de... Oh, echt? Had hij dat? Räikkönen zonder zonnebril. En het schijnt dat het jongetje... Hij schijnt zelfs meer dan 3 woorden te hebben gesproken. En nog steeds met zijn Donald Duck stemmetje. Ja.
Ja, hij gaat naar... Ja, Alonso gaat naar... Ja, Alonso gaat naar de IndyCar. En hij zei zelfs dat, dat het oefenen op een oval... want hij heeft blijkbaar wel goed geoefend inmiddels... Dat ook wel nodig. Dat dat hem ook weer nieuwe technieken had bijgebracht voor Formule 1. Dus dat had misschien er wel voor gezorgd dat hij zo'n goed weekend had. Zijn donuts worden misschien nog wel beter. Maar hij had er super veel zin in om de Indy te gaan rijden. En dat betekent dat we volgende race, over 2 weken in Monaco... Jensen Button weer terug gaan zien. En die zag ik afgelopen weekend op een foto langskomen. Die is onherkenbaar, joh. Die is een soort wielrenner geworden. Ja, die is heel mager en skinny. Een beetje uitgemergeld, sportief. En ze hebben daar nog een grap over proberen te maken. Maar die gast is echt afgetraind tot en met inderdaad. Ja. Ja, je moet er vandaag even als meer fan van de oude, gezonde Button. Van de Button met een laagje. Ik hou niet zo van wielrenners. Maar ja, Button, vond hem iets ongezonder uitzien, ja. Button doet die Ironman, zoveel kilometer fietsen, zoveel kilometer zwemmen, zoveel kilometer hardlopen. Heel uitgemergeld. Maar misschien heeft dat zijn nut. Misschien blijkt hij ineens beter te zijn dan ooit. Nou ja, hij kan in ieder geval op zo'n jacht kan hij heel veel dienen als een soort vlaggenstok. Ja. En hij mag... Laten we eerlijk zijn, Button gaat toch helemaal niks doen in die hele race. Het zou me niet verbazen. Hopelijk houdt hij hem op de baan. Ja. Het is Monaco, hè? Het is niet zomaar even een... Nou ja, dat is wel een goede race om het te doen. Want de auto's kunnen daar gewoon natuurlijk veel minder hard. Dus iedereen zegt... Die auto's zijn dit jaar veel heftiger geworden. Daar moet je echt voor trainen. Nou ja, Button heeft getraind. Ik weet alleen niet of hij de juiste spiergroepen heeft getraind... om die auto op de baan te houden. Maar Monaco is een stuk langzamer dan een gemiddeld ander circuit. Dus dat is goed te doen. Hij heeft veel ervaring. Monaco is natuurlijk circuit bij uitstek om foutjes te maken. Dat weet Max Verstappen me al te goed. Dus ik hoop dat hij veel geoefend heeft afgelopen jaar. Nee, hij is niet voor niks gaan wonen. Ik bedoel, hij kan op de fiets. Hij kan hem elke dag. Kan hem elke dag doen. Maar laten we het hopen. De rookies die hebben het altijd lastig daar. Ja. Omdat de vangrail gewoon ontzettend dicht op de baan staat. Ja. Er is geen ruimte voor een foutje. Ik heb wel heel erg veel zin. Ja, ik vind Monaco altijd leuk. Maar het is ook meer om de sfeer die eromheen hangt. En ja... Vorig jaar Hamilton, die won daar. En dan staat Justin Bieber daar bij de finish. Het is ook een beetje glitter en glamour. Ja, en klopt. Maar dat is wel het charmante van Formule 1. En er zijn al steeds minder Europese Grand Prix. Dat is heel jammer, vind ik. Want daar ligt toch een heel groot deel van de historie van de sport. En ik snap het anderzijds ook wel. Want we hebben een paar hele mooie nieuwsquiz ervoor teruggekregen. Maar het zou leuk zijn als het een beetje 50-50 verdeeld blijft. Ja. Een beetje nostalgie. Zoals Monaco. Eens. En een beetje hele mooie, nieuwe, moderne, futuristische racecircuits. Precies. En afgelopen nog geen elektrische motors in de auto. Wacht daar nog maar even mee. Nou, als ze lawaai gaan maken... Dat is prima. Zoals een gewone V8, dan mag het. Dan mag het wel, inderdaad. Hey, volgens mij hebben we erop staan voor nu. En gaan we lekker met z'n allen vooruit kijken naar Monaco. Ja, superleuk. Ik heb in ieder geval erg veel zin. Ja. Mocht je wat willen vragen aan Marjolein of nog opmerkingen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je Marjolein het beste bereiken via de Twitters. Dat kan via... @Marjolein. Heel goed. Mocht je nog wat tegen mij willen zeggen, dat kan ik me ook heel goed voorstellen na al dit gehoor, dan kan het via @JohanVoets. En mocht je nummers willen volgen, op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws op het gebied van Formule 1 en of technologische innovatie, dan volg je @Nummerish of je kijkt met ons mee op Facebook, op facebook.com/Nummerish. En voor nu, tot de volgende keer.